Afgelopen week hebben we een beetje aan de winter kunnen proeven, want we hebben de officiële vorst gehad. Vorst aan de grond, vorst op neushoogte. De eerste officiële vorstdag is ook in de beeld gemaakt. Maar deze keer gaat het allemaal weer een beetje andersom, want de temperaturen die komen wel geleidelijk aan hoger uit. We zijn met bewolking begonnen. In het westen van het land viel al wat regen in de ochtend en zeker in de middagperiode viel er af en toe wat regen. De temperatuur erbij die liep langzamerhand op, kwam uit op een graad of 10 à 11 tegen de avond. Ja, en in de avondperiode was het tijdelijk wat dreuren, later weer een enkele bui en ook in de komende nacht hebben we met een bui te maken. Maar de temperatuur zal nauwelijks dalen. Rond middernacht zitten we hier rond de 12 tot 13 graden en de komende nacht zal dat niet veel minder zijn. Ik had het nog eventjes over de vorst. Er zijn ook hele mooie foto's gemaakt. Het was een beetje nevelig boven de weilanden. En ja, hele mooie plaatjes met die kleuren van de bomen erbij. Wil je ook een foto opsturen, dan kan naar foto@gerritsweerpraat.nl. Vandaag zijn we met de Weerpraat in Mechelen en niet zomaar, want er staat echt wat te gebeuren vanavond en ook morgen. Want ja, ik weet het zelf helemaal niet, maar wat is hier allemaal aan de hand? Nou, wij hebben met Noaberschap een belevenis opgebouwd hier. We zijn afgelopen week gaan bouwen en hebben hier in het Berkenhof in Mechelen, bij de plantenkwekerij Venhorst, hebben wij een lichtroute van 1,5 kilometer neergezet. Die is helemaal gestuurd op muziek en geweldig met ding. Ook voor de kleine kinderen hebben we van alles. We hebben een elfenbos, we hebben een klauterbos, maar natuurlijk ook voor de oudere mensen wat een hapje en een drankje. Dus ik zou zeggen, kom gezellig kijken. Vanavond is het begin. Hoe zit het programma er eigenlijk precies een beetje uit? Want morgen is er ook natuurlijk nog wat. Nou, vanavond hebben we om 5 uur worden we geopend door de wethouder Peter van der Wart. Het is vanaf 5 uur gelijk open. En morgenavond om 5 uur gaan we weer los. En dan hebben we om 9 uur gaan we nog in de tent door met Black Cadillac en DJ Gerald. Daar een groot feest maken en dan doen we een afsluitfeest. En dat gaat door tot 1 uur. Zaterdag en zondag werd het allemaal wel wat zachter, maar vooral zaterdag is er ook wat meer wind en er vallen ook wat buien de dag door. Maar er zijn ook wat dreurige perioden en de temperatuur die kan er goed komen op 15 tot 16 graden. In de nacht naar de zondag dan hebben we te maken met een graadje of 10 en zondag overdag bleef het ook niet helemaal dreurig. Dan valt er ook wat neerslag, wat meer dan op de zaterdag en het wordt dan 13 graden als maximumtemperatuur. Nou, die temperaturen van rond de 11 graden die hebben we ook na het weekend. Overdag een graadje of 11, 's nachts 5, 6 graden. Helemaal droog bleef het niet. Het is in ieder geval wisselvallig met wat wolkenvelden, maar ook wel wat zon tussendoor. Dus van alles wat na het weekend goed gaan.